Hallo jongens en meisjes en welkom dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jan Tol en vandaag is het zaterdag en het is zaterdagmiddag. Het is iets over 12 en wat gaan we doen? We gaan vertrekken naar de kust. We gaan naar Blankenbergen. Of zo, dat denk ik toch. Ja, we gaan waarschijnlijk naar Blankenbergen. En ik hoop dat jullie zo dadelijk een leuke reportage kunnen zien over Blankenbergen. Maar dat is voor straks en ik zeg jullie nu al like en abonneer deze video voor meer. Graag tot na de intro. Hallo jongens, we staan hier nu ondertussen in Blankenbergen aan de zee, zoals ik had gezegd. En we gaan nu naar de dijk en we gaan een toertje wandelen samen met het gezin. En dan hoop ik straks de zee eens te tonen, want daarvoor komen we natuurlijk naar de zee. Dan gaan we waarschijnlijk eens naar het strand gaan ook. Ja, ik toch. Misschien met Ime, ik weet het nog niet. En dan gaan we eens met onze voeten in het water. Het zou nog kunnen, het lijkt me leuk om te doen. En ik zou zeggen, graag. Voilà jongens, en we zitten nu aan de Duinse polders, het vakantiedomein waar we elk jaar op vakantie gaan. Ambiance! Wel helaas, dat is nog niet schijnt. We zijn nu op de dijk, hier in Blankenbergen, met de pier, die we hier allemaal wel kennen. Blankenbergen, de stad van Soti. En als je kunt zien, op de zee, niets anders dan de mist. We zitten hier bij het Beach House. Nou jongens, en we gaan nu even wat verder. En voilà jongens, we zitten hier nu in Blankenbergen op de dijk. Kijk jongens, zoals jullie nu kunnen zien achter mij, staan we hier op de dijk. En als ik mij even draai, zien jullie de pier achter mij. Dus we gaan zo dadelijk waarschijnlijk wel eens op de pier, maar voorlopig nog niet. Voorlopig lopen we hier nog altijd op de dijk. En wat hebben we hier? Hokaarts. Ja jongens, het kan. We hebben hier hokaarts. Kijk maar allemaal eens mee. Kijk, ik zal het jullie nu tonen. Jongens, hier de hokaarts. Maar jongens, aanvallen. Aanvallen. Geen aanval, maar wel hokaarts jongens. Het kan. Veel plezier, zou ik in ieder geval zeggen. Ja, jongens, en Ime gaat nu op de glijbaan. Ime, zwaai eens even naar de fans. Hey. En Ime, doe maar. En daar gaat hij. Ja, Ime is een beetje zot. Is leuk. Voilà jongens, en nu gaan we verder met Ime. Ime, vind je het leuk hier in Blankenbergen? Ja. Kom je graag op vakantie? Ja, eigenlijk wel. Kijk, en we gaan eens even dit strand en dergelijke tonen, een springkasteel. Dit staat hier allemaal in Blankenbergen. Veel volk is er hier op dit moment niet. Maar dat kan misschien nog komen in de loop van de namiddag. Graag tot straks, jongens. Tour de België is stilgelegd wegens een valpartij. Maar hoe ze hier recht geraken, dat vragen wij ons ook wel af. Oei, 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 oei. Wat is er daar gebeurd? Staat al stil. Voilà jongens, typisch voor Blankenbergen zijn de meeuwen. We gaan eens even kijken. Kom aan jongens. Dit is grappig. Hey. Voilà jongens, de meeuwen in Blankenbergen. Voilà jongens, we zitten nu even op café. Ah ja, café, een tea room, zeg maar. En we hebben een verwenschok om elke vraag. En kijk, wat hebben we allemaal? Cake, ijs en koekjes. Ja, het ziet er lekker uit. Ja, advocaat staat erbij. Ja, staat er ook bij, een advocaat. Ja, blijkbaar wel. Kijk jongens. Een advocaatje ook. Zalig dit. Dit is genieten, terwijl het in het binnenland aan het onweren is. Maar ja, we kunnen niet alles hebben natuurlijk. Voilà jongens, en we staan op het strand. En we staan hier in Blankenbergen op het strand. En we staan hier bij Ime. Kijk, zoals jullie kunnen zien achter ons, zien jullie daar de pier. En ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen horen, want
want de wind gaat enorm hard. En je ziet daar achter ons de bot en ook een ander stukje rots. En we gaan nu daar naartoe en we gaan dan onze voeten in het water. Dus ik hoop dat de toeristen dadelijk terug kan zien bij het stukje waarin ik in het water ga. Graag tot straks! Oké, jongens, let's go! Oh jongens, dit water heeft ijskoud! Kijk jongens, alleen maar wilde zee. De zee staat in bloei, want er zit enorm veel schuim op. Maar dit is zalig jongens, dit is echt zalig. Kijk maar, met de pier. En aan de andere kant nog een pier, maar de nieuwe pier. Kijk jongens, hoe zalig is dit? We zien ook de casino. En iemand staat daar ook. Iemand, hij is. Hey, en zo staan we hier in het water jongens. En het is ijskoud, het is echt ijskoud hier. En ja, we zijn aan het wandelen in het water. En we gaan eens even daar kijken naar de rotsen wat we daar allemaal te zien hebben. Maar het is leuk hier. En ja, in de zee is het altijd leuk. Hè, jongens, ja, jullie weten dat ook. Maar de zon was er net niet aan het schijnen, maar is nu wel van de partij. Dus dit is zalig. En ik zou zeggen, we gaan nu naar die rotsen. Dus jullie zijn dadelijk terug. Ziezo jongens, we zitten op de golven. Alleen niet op de golven zelf, maar we zitten op de golfbreker, zeg maar. En het water komt hier dichter van langs alle kanten. Maar het is hier oh zo zalig jongens. Het is een leuke dag geweest. Een leuke nieuwe vlog zal dit ook wel zijn. En nee hoor, dit is nog niet het einde. Maar we gaan hier nu wel tel aan vertrekken. Want er komt meer en meer water. De zee komt dichter. En dit is zalig jongens. Dus ik zou zeggen, blijf kijken alvast. En dan zien jullie het vervolg van deze alweer een leuke vlog. En ik zou nogmaals zeggen, niet vergeten te liken en abonneren natuurlijk. Nou jongens. En nu zitten we hier op de pier en we zijn bij de vissers, zoals jullie kunnen zien. Zal ik jullie zo dadelijk verder laten tonen die aan het vissen is. We zullen het zo dadelijk zien. We zullen even kijken, dus ik zou zeggen... Kijk jongens, die visser die ik daarnet ging tonen, die stopte er juist mee, dus, maar hij had geen beet. Maar zie jongens, die golven jongens, die zijn gewoon oh zo mooi. In combinatie met de wind is dit oh zo zalig. Leven op zee, mooi. En daar verder aan de pier, zoals jullie daar kunnen zien, daar wordt vandaag de urne vrijgelaten van Gaston Bergmans, die eerder vorige week overleed. En die werd overgebracht met de helikopter die we daarnet zagen vliegen. Daar heb ik spijtig genoeg geen beelden van. Maar ja, daar werd Gaston dus in de zee gelaten. Dus Gaston, het ga je goed hierboven. Het leven veel te kort, maar van elke dag moet je genieten en dat doe ik zeker en vast. En vandaag dus aan de kust. Ziezo jongens, dit is alweer, dit is alweer het einde van onze vlog. We gaan zo dadelijk opnieuw naar huis, naar Datizele. En ik ga jullie hier al onze vlog afsluiten, omdat het mogelijk nog gaat onweren vanavond. Dus ik moet op post zijn en de camera is ook bijna leeg en ik heb geen reservebatterij. En het spijt me mensen, maar... Het is alweer een leuke vlog geweest en dat vond ook Ime. We hebben van alles gedaan en ik zou zeggen, blijf ons volgen en like alvast deze video en vergeet ook zeker niet te abonneren, want we hebben nu bijna 60 abonnees en jullie zijn gewoon de beste. Graag tot de volgende keer.